Eerste activiteit, de eerste actie is Freek Nering, die namens HAM de inleiding zal geven. Als bekroning van zijn nog niet afgesloten carrière terecht beloond wordt met de Louis Pauwboomprijs 2018. Deze jaarlijkse prijs stelt een kunstenaar feestelijk in de picture omwille van de sociale betrokkenheid in zijn of haar kwaliteitsvol artistiek werk. En dat kan zowel in de plastische kunst, de literaire, de dramatische of een combinatie van die allen. In het multidisciplinaire dus. De grote Vlaamse multidisciplinair avant la lettre, die we aan Louis Pauwboom verloren hebben, bewees in zijn bondwerk trouwens zelf voldoende dat kunst en sociale gedrevenheid strijdbroeders kunnen zijn, zonder daarom aan pamfletterie te moeten doen. In dat opzicht is de naar hem genoemde prijs een begeerd unicum in het Vlaams cultuurleven. Het palmares aan namen die de prijs in ontvangst mochten nemen, daar bovenop is een meerwaarde. Zo treft men in de lijst van de gelauwerden naast romanciers, schilders, dichters, grafici, ook cartoonisten aan, beoefenaars van literatuur voor volkstheater en figurentheater, kineasten en voor deze editie 2018 ook een auteur podiumkunstenaar, Jan de Wilde. En ik versprak me bijna door Jan de Lichte te willen zeggen. Een personage dat Boom en Jan de Wilde behalve ook nog hun Oosterse roots met elkaar verbindt. Van geen chantrik peu. De jury van de Louis Pauwboomprijs, die traditioneel samengesteld is uit de leden van de Raad van Bestuur van HAM VZW, stond vrijwel onmiddellijk en vooral absoluut unaniem achter de voorgestelde naam. En zo gebeurde. En wie daartegen is, antwoord ik als Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur verdient, dan de Wilde zeker de Boomprijs. Ik wil Jan niet alleen in mijn functie van huidig voorzitter van Most Arts Movement, evenwel ook persoonlijk feliciteren. Hij kwam een aantal keren op mijn weg in mijn carrière. Hoofdzakelijk als de interviewend sujet bij het verschijnen van een nieuwe langspeelplaat of cd. Niet steeds even makkelijk om de woorden die zo vlot uit zijn liedjes rollen, ook uit zijn bescheiden zieltje te tappen. Een veel vlottere samenwerking kenden we rond mijn stuk Herman Terlinck een Brusselaar, dat overigens in 1981 bij HAM werd gepubliceerd. In het stuk was er ook een woordloze scène waarin de toeschouwer het voorbijgaan van een miniatuurversie van de Brusselse omgang moest bekijken. Jan componeerde meesterlijk de muziek voor de flanerende praalwagens, dansende reuzen, uitgelaten groepen. De liefde voor het figurentheater zou ons overigens later ook nog binden. Ik wil geen enkele productie missen van het onderschatte, van het ver onderschatte Oosters poppentheater De Bende van Richard, waarin Jan actief blijft als stemmenacteur. Maar daarover straks driedimensioneel meer op het voorpodium. Namens HAM laat ik jullie graag verder door de middag leiden
door bestuurslid Erik Matthijs, regisseur en presentator van deze feestelijke dag op deze prachtige locatie van het Cultureel Centrum Zeverastraat. Met dank daarvoor, Alain. Aan allen een fijne, melomane middag toegewenst. Ik vrees dat ik gezegd heb. Goed, Jan de Wilde in de bloemen zetten, dat willen we nu verder doen. Dat ik hier als presentator sta, is niet helemaal vreemd. Ik ken Jan al, ik denk sinds de lagere school. En wij hebben heel wat weg samengegaan, heel wat ervaringen samen beleefd. Jan verder voorstellen moet ik ook niet doen, want het staat allemaal mooi in de brochure gedrukt. Maar toch nog dit. Ik denk, Louis-Paul Boon moest hij dat nog kunnen zeggen. Hij zou Jan een zachtaardige terrorist genoemd hebben. Goed, omdat Jan de Wilde zoveel van Bach houdt en ook veel van snaarinstrumenten en gitaren, dachten wij dat beginnen met een beetje Bach een goed idee is. Het is mij een plezier de muzikale ruimte te geven aan mijn kleinzoon Tijmen Matthijs. Tijmen studeerde gedurende 10 jaar aan de muziekschool te Drongen klassieke gitaar. Vandaag is hij bezig met componeren, met elektrische gitaar en is ook de bezieler van een band. Hij speelt nog steeds in het klassiek gitaarensemble van de muziekschool. Meisjes op het strand, maar 3 dames van stand. Hier aanwezig en zo geland, bovendien zijn ze bij de hand. Ze staan hier of ze zitten hier aan de kant. Ik stel de dames even voor. Het zijn 3 dames uit het handbestuur. Machteld Mazon. Ze zegt over zichzelf, in een vorig leven was ik leerkracht.
Ik hoop op nog 6 andere levens als dichter, als romanschrijver, als journalist, als schilder, als beeldhouwer. Maar het hoeft niet noodzakelijk in die volgorde. De tweede dame, Nicole Degen. Nicole is afwisselend leerkracht, dichteres, filosofe en logopediste. Na haar uren sprokkelt ze sprookjes. Ze is oprichter van Studio Rinkelsteeltje, een eigenzinnig gezelschap van dichters, vertellers en muzikanten. En de derde dame, Astrid Kals. Ze werd geboren in Gent, groeide op in Goeilaert, woonde op een bijzondere plaats, blijkbaar, want Marc Sleen en Armand Pien waren haar geburen. Ze leefde in Afrika, de Cariben en in Zwitserland en realiseerde dit jaar haar grote droom op het podium staan met een zelfgeschreven muzikale monoloog. Haar stuk kreeg de naam Het is allemaal de schuld van mijn ouders. En hiermee vulde ze zalen in Vlaanderen en Nederland. Ze brengen om beurten teksten van Jan de Wilde op de kracht van het woord van Jan en op de kracht van hun stem. Een poëtisch klemtoon. Na het optreden in Bree, aan het Fritkot, in het café, pak me vast, streel me zacht. Knuffel me. Ik zal beslist veel langer leven als ik dagelijks word gewreven. Haai mijn huid, zoen mijn snuit, knuffel me. Dit is geen invitatie op een goor goedkoop hotel. Een reine daad van naastenliefde is geen overspel. Meisjes met te grote voeten, met een bril of zomersproeten, pak me vast. Streel me zacht, knuffel me. Krabbel in mijn nek, dat is mijn erogene plek. Aai mijn huid, zoen mijn snuit, knuffel me. Begrijp uw ongeduld, maar alsjeblieft, wees wat beheerst. In de rij graag, en vrouwen en kinderen komen eerst. De zigeuners zijn daar. Laat de kinderen rustig buiten. Hoeft je vrouw niet op te sluiten, er is weinig gevaar. Lok ze met wat glazen kralen en je kunt ze reeds aanhalen. De zigeuners zijn braaf. Ze hebben niet als iedereen een bijzondere devotie tot onze lieve vrouw van 7 weeën. En sinds ze hun paarden hebben opgevreten en hun kristallen bollen weggesmeten, wonen ze niet langer meer in tenten. De mannen lijken wat te Brusselse agenten. Maar ze zijn niet kwaadaardig. Ze zijn goedaardig weleer. En ze stinken niet meer. Tenminste, niet zo erg meer als vroeger. Primpadi, primpadi, dimdadi, didi. Primpadi, primpadi, dimdadi, didi. De zigeuners zijn daar. Geen paniek over je duiten. Stuur de hond niet naar hun kuiten, er is weinig gevaar. Bel niet volgens de traditie naar de rijkswacht of politie. De zigeuners zijn braaf. Ik heb zo de idee dat ik op de wc, zal sterven. En ik vraag me af wie mij zo vrij en onvrij, zo onvrij en zo vrij, zal vinden. Een engel of een demon, een verpleegster of een non, Niklaas of Gaston of mijn liefste. Ik wou een roversbende stichten met een afschuwelijke naam,
de bende van Jantje de Wilde. Ik had al een overval beraamd op het spaarzwijn van mijn vriendje. Een echte woekeraar. Hij had een dollar en een tientje, 7 zwotties en 3 Duitse marken. Maar ik mocht niet van mijn ma. Later wou ik pater worden, picpus of karmeliet. In elk geval een strenge orde. Bidden tot je sterren ziet. Slapen op een spijkerbed. Jezelf kastijden tot op het been. Bloed en wierookgeur en met de abten liaison. Maar nee, ik mocht niet van mijn ma. Ik wou voor piloot studeren, liefst van een zweefmachine. Langs wolkjes laveren, de aarde overzien. Een beetje dichter bij de heren. Ik had ook weinig bezwaar tegen de meisjes zonder kleren, zonnebadend in hun tuintje. Maar ik mocht niet van mijn ma. Mijn ma zei, jong, dat zijn dagdromen. Denk aan je pensioen. Word liever paus van Rome of snoekerkampioen. Ik zei, dat is te vermoeiend. Maar ik weet iets mooier, ma. Iets lucratief en boeiend. Ik word pooier, ma. En ja, dat mocht ik van mijn ma. Vrienden, de pooleiskap smelt langzaam. Het is wel haast geraadzaam om lieslaarzen te kopen. We zullen niet lang meer kunnen lopen. We zullen moeten roeien. Tenzij, vrienden, tenzij, stem voor mij. Vrienden, stem voor mij en ik zorg voor reddingsboeien. Daar is de lente, daar is de zon. Bijna. Maar ik denk dat ze weldra zal komen. De vallus in Poedicus staat al in bloei en de blaadjes krijgen bomen. Mijn vrouw en mijn kat zijn allebei krols. Het valt me moeilijk ze rustig te houden. Ik zal binnenkort weer een heleboel nesten moeten bouwen. Want daar is de lente, daar is de zon, bijna. Maar ik denk dat ze weldra zal komen. De Phallus in Poedicus staat al in bloei en de blaadjes krijgen bomen. De bloembotten barsten open met een knal en de meisjes ontbloten de kuiten. De bouwvakkers hebben, na een nare tijd, weer iets om naar te fluiten. Want daar is de lente, daar is de zon bijna. Maar ik denk dat ze weldra zal komen. De Phallus in Poedicus staat al in bloei. En de klokken vertrekken naar Rome. Hij is berucht en beroemd. Hij is berucht en beroemd om zijn scherp oordeel, zijn pleidooien, zijn sterk in zijn taal. Hij is een man van het woord met een vast woord, een man van het volk. Louis Polbon zou gezegd hebben, op zijn Alster dan, het is een mens die op een mens gelijkt. Maar wat hebben Lede, Vogelenzang en Jeffer Massen met Jan de Wilde gemeen? Jeff brengt een pleidooi, niet over misdaad, niet over moord, maar over oude vriendschap. Zoals vriendschappen moeten zijn. Lieve Jan, lieve lieve. Dames en heren. Inderdaad, ik ga terug in de tijd. Want onze vriendschap is een halve eeuw oud. Ik ben een Ledenaar. En op een bepaalde dag hoor ik in het dorp dat daar een hele speciale mens is komen wonen met zijn vrouw. En hij is een zanger en zij begeleidt hem en het is Jan de Wilde. De naam gaat hem vooraf, want ik kende hem nog niet persoonlijk.
maar ik luisterde dolgraag naar zijn liedjes. En wij richtten een jeugdclub op in ons dorp. Onder leiding van iemand die later ook uw vriend is geworden, Ward Bosteels. Een beetje de alternatieve priester van die generatie. En dus, ik zit in die eerste ploeg, we waren met 10 man. We richten dus de club op en we verdelen zo een beetje de taken en de hobbyclub, zoals men dat toen noemde, in de goede tijd van de jeugdclubs. En ik dacht, misschien kan ik mij wel bezighouden met kleinkunst. En ik heb er een bijnaam aan te danken uit die tijd, Jeff Kleinkunst. Want die jeugdclub is opgericht en ik denk eraan om elke winter zo toch een 6, 7 zangers uit te nodigen. En op die manier ook wat cultuur bij de jeugd van ons dorp te brengen. En de eerste die we gaan vragen zijn Mick en Roel. In die tijd attractief, goede naam, we moeten met iets starten. Maar de avond begint om 8 uur en om 19:30 krijgen we telefoon dat ze niet kunnen komen, want dat ze ziek zijn. In het meervoud. Achteraf zal blijken, omdat Ward Bosteels zo gepikeerd is en zo'n doorzetter, dat die helemaal niet ziek zijn, maar dat die een dubbele boeking hadden en dat die ergens anders aan het optreden waren. Grote paniek. Onze eerste kleinkunstavond op voorhand mislukt. Een slechtere start kunt u niet inbeelden. Wij gaan met elkaar zitten, proberen rustig en nuchter te blijven. En ik doe het voorstel, zeg, kijk, hier in ons dorp woont toch een jonge, reeds bekende zanger. Menneville Oost staat buiten. Ik ga er naartoe rijden. Ik pak alle moed bij elkaar. En als ik het geluk heb dat hij thuis is, dan ga ik hem vragen of hij voor Mick en Roel wil spelen. Ik rijd dus naar de Vogelenzang. Een gezellig boerderijtje. Ik loop aan en inderdaad, Lieve doet open en ze zegt, waarmee kan ik u van dienst zijn? Zeg, dat is wel het goede woord, want je kunt mij vanavond van dienst zijn. Zeg, zou het mogelijk zijn dat Jan de Wilde vanavond is Mick en Roel speelt? Ik leg dat uit en Jan zegt, jammer, jammer. Allee, zo gaan inspringen en ben ik daar niet op voorbereid. En dan in plaats van Mick en Roel, hoe gaan de mensen daarop reageren? Ik zeg, kijk Jan, we gaan een goed akkoord sluiten. Nu moet jij in de plaats van iemand komen, maar ik beloof u al plechtig. We gaan u vragen in uw hoedanigheid van Jan de Wilde. En ik weet zeker dat dat een superavond wordt. Want in het dorp zijt gij graag gezien, zijt gij vereerd. En we gaan dat zo doen. En zo krijg ik hem uiteindelijk toch uit zijn kot gelokt, letterlijk en figuurlijk, om mee te komen. En inderdaad, op 1, 2, 3 waren wij gered. Met een beetje vertraging, vooraleer alles geïnstalleerd is, komt Jan op het podium. En hij zegt, goedenavond, ik ben Mick en Roel, zegt hij. En zo is de avond begonnen met het alter ego van Mick en Roel, maar met een heel waardig en hoog kunstniveau. En ja, zo zijn wij vrienden geworden, want ik ben nog een van mij 68, zoals er hier nog wel een paar zitten, denk ik. En mijn toevluchtsoord was inderdaad hun woning, waar ik op de meest ongelegen momenten altijd gelegen toekwam. Want zij waren altijd diegenen die gastvrij waren. En waar ik, als ik zo eens een probleem had met mijn job, of het lag weer op mijn maag, wat een zware straf ze aan een mens gegeven hadden, waarvan ik dacht dat ze die straf niet mochten geven, omdat hij het niet verdiende, en die ik dan verdedigd had. En dat was mijn klankbord, deze twee mensen. En dat was een zalige tijd. Het was een mooi klankbord. Ik hoorde hun wijsheid, ik hoorde hun verhalen, zij luisterden naar mijn verhalen en het klikte en het is blijven klikken. En zo heb ik daar vele avonden doorgebracht, om niet te zeggen vele nachten, want het zijn eigenlijk ook geen dagmensen. Dus in die zin was ik daar ook welkom. En ik weet zelfs, maar ik ben nu aan het twijfelen welk liedje het was,
dat ik op een morgen daar buiten kwam en dat Jan dan een liedje over de gevangenis gemaakt heeft in die periode. Ik dacht dat het van de muizen hebben niet veel nodig. Dat was het. Hè. Ja, over Leuven Centraal ook, maar over de gevangenen. Hij was daar zo door aangegrepen, door het leven van de gevangenis, dat ik hem zo'n beetje kon leren kennen. Dat hij natuurlijk ook al kende. Dat hij daar onmiddellijk zo'n pracht van een liedje over gemaakt heeft. De vriendschap is blijven duren. En op een bepaald moment verhuizen ze. Het was een beetje een verlies voor ons dorp. Maar hij ging naar Aichem, wat natuurlijk ook weer een mooi dorp is. Veel mooier nog dan Leiden, veel rustiger. En toen hij daar amper woonde, ben ik dan nog eens in Leiden voor het afscheid genomen wordt. En hoor ik dat zij hun dak gaan vernieuwen. En heb ik gezegd, nou wel, Jan, ik zal ik u helpen. En voilà, inderdaad, Lieve. Ik zeg, ik zal ook op het dak kruipen en ik zal mee de pannen leggen. Maar natuurlijk, ik camoufleer dat ik daar geen groot artiest in ben. Technisch ben ik zeker geen genie. Als ik iets verkeerd kan doen, dan doe ik het. Als ik naar de IKEA zou moeten gaan, maar ik doe dat niet, want ik krijg daar stukken en ik heb er altijd een kort of over. Ik verschiet nog altijd dat mijn vrouw heel is, want waar ik aankom zijn stukken af of stukken bij. En dus op dat moment ga ik mee helpen om de dakpannen te leggen, maar heb ik daar een pataat op met een duim gegeven en ik heb er lange tijd een bloedbein aan overgehouden. En ik zag groen? Ah, dat weet ik zelfs niet meer. Ik zag alleszins nog groen achter mijn oren, dat weet ik nog. Ja. En dus dan was het de periode Aichem. En ja, dan nu, als mijn tweede boek uitkwam, was Lieve zo vriendelijk van te zeggen, ik wil het verbeteren, textueel, want zij is natuurlijk zeer scherpzinnig op taalkundig gebied. En zij heeft mij bijgestaan en heeft de taal opgekalefaterd, want we denken allemaal dat we mooi Nederlands kennen, maar als je een avond bij Lieve zit, dan weet je dat je eigenlijk niet veel van Nederlands kent. Want dat, ja, ik vind dat wel, bijvoorbeeld, je gaat bepaalde woorden daarin schrijven, maar die niet juist zijn. Omdat je denkt, dat is Nederlands, maar Nederlands is geen gemakkelijke taal. En Lieve beheerst die als geen ander, waardoor je dan eigenlijk toch veel bijleert en waardoor uw taalkundige kennis en ook vertegenwoordigd in uw boek mooier wordt. Zij wil daar ook niet voor betaald worden, wat ook zo mooi is. En ik heb dat dus geweldig geapprecieerd. Jan hebben we natuurlijk als zanger gevolgd. Hij is ook een schilder. Als je een nieuwjaarskaartje krijgt, dan komt in februari wel toe. Wees gerust. Lieve, zorg ervoor. Juist, ik weet het, lieve. Maar in onze stil moeten we een beetje overdrijven. Dat is de waarheid, geen geweld aan doen, maar een beetje overdrijven. Dus de 31 december komt je kaartje voor de volgende 1 januari al toe. En dat is altijd met een leuke tekening, waar ook de poes bij staat. En met een plezante achtergrond. En altijd humoristisch. Maar dat is toch wel ook een van de watermerken van Jan en ook Lieve. Oist, lachen. Maar vooral ook met uzelf lachen. Uzelf kunnen relativeren. Als je zijn liedje hoort, ik heb het dan net ook een stuk gehoord. Jan de Wilde, over het paard getilde. Ja, dat is natuurlijk niet waar, maar wie slaagt erin, alleen een naastenaar, om een liedje te maken waar je Jan en Pier en Polokke verwijt. Zonder eigenlijk iemand te kwetsen. Want het is een verwijtliedje. VTM'er en noem ze maar op, ze komen er allemaal in. Maar dan op het einde, als je al een keer goed gelachen hebt met iedereen, ja, dan gaat je zelf relativeren. En dat is dan de over het paard getilde Jan de Wilde. En dat vind ik zo prachtig. Maar dat is wel typisch kenmerk van Aalst. Wij wonen ook in Aalst. We zijn uitgeweken van Leiden naar de grootstad, maar naar de verkeerde kant. De slechte kant van Denjer. En dus wij zijn bij het laagvolk, daar wonen we, op ons plaats. En dus in Aalst, dat zelf relativeren, dat zit daarin. En die is scherpe humor, maar toch zachtaardig bedoeld, die zit daar ook in. En Jan heeft die ook. Tijdens zijn optredens vroeger beschreef hij heel zijn gebuurten met de straatnamen. Dat was schitterend.
En dat was ook zo, hoe hij op elkaar inspeelde, al die straten, de Welvaartstraat en dat en hetgeen, dat je zegt, ja, inderdaad, je kent die namen van die straten, maar hij recht die aan elkaar op een plezante manier. Vandaar ook optredens van hem, zijn een mooie mix van plezante uitspraken en van prachtige liedjes. En daar wil ik nu toch ook wel iets over zeggen, zeker wanneer hij vandaag gevierd wordt. En ik ga eerst zeggen wat zijn liedjes niet zijn. Op de eerste plaats zijn ze niet banaal. In een tijd waar de banaliteit eigenlijk overheerst. Ik kan me daar rot aan ergeren als ik zie hoe ook in de kunstwereld er zoveel banaliteit aanwezig is. Als je dan natuurlijk Louis Paul Boon neemt, die zichzelf nooit au sérieux genomen heeft, maar die toch een onvoorstelbaar monument is, op twee straten van mij gewoond. Ik heb nog altijd spijt dat ik zijn huis niet gekocht heb om er een museum van te maken, want dat had prachtig geweest. Maar ook Jan heeft dus een paar straten van mij gewoond en het zijn twee monumenten. Dat ga ik straks vertellen. Ik ga eerst zeggen wat er niet is. Dus niet banaliteit. Als je nu zo'n liedjes hoort, veel van de liedjes zijn zo super banaal. Ze hebben drie zinnen tekst. En ze hebben dan een heel lang refrein, dat je denkt, eigenlijk is het refrein, het liedje. En de drie zinnetjes, dat is dan het refreintje, dat het op zijn kop soms staat. En dan zeg je, maar allee, hoe banaal wat men daar zingt, als je Jan zijn liedjes hoort, alleen al de woordkeuze, alleen al dat, intellectueel hoog, maar toch niet pretentieus, dat is ook zeer belangrijk. De Fallus in Pudicus, hij is er wel opgekomen, op de Fallus, en hij heeft het verwoord. En het is een woord dat vele mensen niet verstaan, maar het is een doordenker, waardoor je rijker wordt door ernaar te luisteren, want dan heb je door, verdomme, ja, die paddenstoel, dat is de Fallus in Pudicus. Hij heeft dus die scherpe woorden, die mooie teksten, en dan gaat hij nooit op een banale manier aan elkaar rijgen, maar altijd op een originele invalshoek, op een mooie manier verwoord, hoogstaand en overdacht. En dat is toch iets wat opvalt. Hij steekt zo'n liedje niet in twee minuten in elkaar. Hè. Dat is verre van. Hij heeft daarover nagedacht, dat voelde, zo'n teksten, dat zit in elkaar, daar zit inhoud in, dat is belangrijk. En bij die niet-banaliteit is er ook zijn niet-commercialiteit, die zeer belangrijk is. Hij doet niet mee met de tijdsgeest, hij overstijgt dat. En die banaliteit, dat is ook weer de tijdsgeest. Als ik vandaag zie wie allemaal in de media podia krijgt en wat men daar voor nonsens komt vertellen, dan word ik daar triest van. Ik zal een simpel voorbeeld nemen. Neem het laatste nieuws van deze morgen. Als je dat leest, dat daar dat leidertje met zijn piekfijn kostuumetje, de leider van Schild en Vrienden, die komt precies uit een etalage van een winkel. En dat manneke gaat dan zeggen, ik ben een goed mens. Hoe oud is hij? 2,23. En hij komt van zijn eigen al zeggen wat een goede mens hij is. En dan zegt hij in een interview, hij krijgt dat dan twee bladzijden. Hij zegt, de tijd zal uitwijzen dat mei 68 even destructief was als de Tweede Wereldoorlog. Dan voel ik mij persoonlijk wel een beetje geattaqueerd. En dat staat dus in de gazette in grote, dikke letters afgedrukt. En dan denk je, wat de forum krijg jij, manneken. Je hebt geen enkele historische achtergrond. Je bent nog zo groen achter je oren als ik in tijd was, maar ik wil dat nog herkennen. En jij gaat nu een keer gaan zeggen dat mei 68 destructief was. Heel mijn generatie, dat zijn die van mei 68 komen en die hebben in de wereld een boodschap gebracht. Die hebben iets vertegenwoordigd. En dan komt zo'n manneke zeggen dat dat dus allemaal niks is. Ik gaf maar een voorbeeld van banaliteit, omdat het van het weekend zo op mijn maag ligt, dat ik het toch even moet verteren. Maar dus, het is een tijd van pure banaliteit. Als je ziet dat een psychopaat verkozen wordt tot president van Amerika, groter banaliteit bestaat toch niet? Maar dat betekent, een helft van zijn regering is al weg. En de laatste die nog iets te vertellen had om te zeggen, jongens, stop ermee met uw zever, is nu definitief weg. Maar daar zijn wij allemaal, de hele wereld, aan overgeleverd. Als die man in een interview zegt
Mijn knop is groter als die van Noord-Korea. Zijn wij over speelgoed bezig? Dan denk ik, waar zijn wij aan overgeleverd? Als je ziet dat die man verkozen wordt door Poetin. Die heeft hem verkozen, hè? En dat dat ook een psychopaat is. En dat hij daar goed bij vaart. En dat hij heel het Westen uit elkaar kan drijven. Als ik dan zie wat er in Turkije gebeurt. En als ik dan zie dat hij juist op dit moment, als die man van zin is, om met Saddam dan een keer proper kuis te houden, van verraad gesproken. Dat wil zeggen dat de mensen die daar gevochten hebben tegen IS, die een leven gegeven hebben, dat zijn die Koerden, dat die nu ook kapot moeten, want we hebben ze gebruikt en we hebben ze niet meer nodig. Dat word ik triestig. En dan zeg ik, we leven in een oerbanale wereld. En daar moeten wij op reageren. En dat is hier mooi gezegd. Een zachtmoedige terrorist. Nu kom ik weer bij Jan. Dat is het. Hij brengt een boodschap. En dus niet commercieel. In zijn liedjes zit geen commercialiteit. Als je nu de liedjes hoort, dan pikt in op al de nozeleden. Bij hem niet. En het derde punt, naast die niet-commercialiteit, wat hij dus niet is, niet banaal, niet commercieel, en hij is dus ook niet alledaags. Hij is dus ook niet wat je verwacht. Er zit daar nog verrassing in. En dat zijn zijn thema's. En zijn thema's zijn uniek. Er zijn weinig zangers in Vlaanderen, en zelfs in ruimer genomen, die thema's behandelen die Jan behandelt en aan kan. En wat is dan zijn grote kunst? Dat is dat optillen. Als je het liedje hebt van Walter, de ballade van de goudvis, dat is onvoorstelbaar. Dat gaat eigenlijk over een eenzame, marginale sukkelaar. Als hij geboren is, bestaat hij uit een paar benen. Zijn moeder durft hem haast niet zogen. Zo begint het liedje en dan groeit hij toch op. Maar hij blijft een schuchtere man, hij blijft een eenzame man en hij wordt dan verliefd op de mooiste vrouw. En alle man lacht hem uit. En uiteindelijk gaat hij op het einde van het liedje dan beeldjes in klei maken. Schoon. Weemoedig. Maar prachtig. Dat is Jan. Dat brengen. Dat op niveau tillen. Want die Walter kan een heel andere naam hebben. Het gaat niet over... over Walter, het gaat over die marginaal. Als hij durft zingen over die zigeuners, ze zijn niet gevaarlijk. Je moet dat durven in deze tijd. Als ik zeg niet commercieel, ja, dat is wel niet commercieel, denk ik. Hè. En als je dan zijn liedjes hebt waar de lente openbarst, daar is de lente en Joke. Onze oudste dochter noemt Joke. In heel die generatie zijn veel Jokes geboren door dat liedje. Waar Jan een voorbeeld gegeven heeft. Door dat prachtige liedje van Trek je witje jurkje aan. De maagdelijkheid, de schoonheid. En hoe hij erotiek op een niveau brengt die weinigen kunnen. Als je dan van die Vlaamse auteurs hebt, met hun lang haar, en dat vergeef ik, en we hebben dat ook gehad in de tijd, maar die over niet anders kunnen schrijven dan over poepen en over pissen, dan pijs ik, jongen, jongen, is dat nu Vlaanderen? Maar dat is, wij durven dat zeggen. En in Vlaanderen, vergissen ze zich, vinden ze dat humor. Eén die dat durft zeggen. En dan pijs ik, jongens, is dat nu het niveau? Als je dan Joken hoort en het niveau waarop hij dat liefdesverlangen en die erotiek uitbeeldt, je moet er nog eens naar luisteren, hè? Dat zit zo fijn in elkaar. Daar zit niets kwetsend in, maar daar zit veel erotiek in en schoonheid. En dat is op een niveau van kunst. En dat is Jan, dat is een grote kunstenaar. Want je kunt anekdotiek hebben, alledaagsheid. En ook in schilderen heb je dat. Iemand kan heel fijn en mensen zeggen, oh, dat is goed geschilderd. Hij is een just. Hé? Maar het is niet die hij is de just. Het is het karakter dat erin zit. Wie in Oudenaar nu naar de tentoonstelling geweest is, die toch zeer belangrijk is. Omdat eindelijk is een van onze grote kunstenaars naar Vlaanderen gehaald is. En zijn werken hangen overal in de wereld. En je ziet daar, op zo groot, het zijn postzegeltjes, die gezichten. Maar al die karakters die daarin zitten. De tentoonstelling is net gedaan. Maar je die karakters ziet. En dan zeggen ze, ja, het zijn mannen uit de cafés. Ja, ja, maar het zijn verdomme nogal koppen, hè. Dat is kunst, dat je dat kunt. En Jan kan dat dus ook. Ik sta altijd verwonderd en bewonderd als ik zie hoe zangers in 3-4 strofjes
ofwel een gans verhaal brengen of een gans leven. Zelfs, en dat moet ik dan toch ook wel eens durven zeggen, dat is ook in die ja, sentimentele liedjes, hè, die slagers. Daar komen soms ook mooie stukken in, hoe men dat toch in 4 stroofjes gaat samenvatten. Er komen zelfs af en toe mooie zinnen in. Jij bent de wind onder mijn vleugels. Ik vind dat zo'n mooie zin. En dat komt dan uit zo'n banaal liedje van je hebt me 1000 maal bedrogen. Maar het is wel een mooie zin en hij zit erin. En dus dat vind ik zo bewonderenswaardig, dat een zanger in 3-4 stroofjes een heel verhaal brengt. Als ik weer terugkom naar onze Walter, zijn leven zit daarin, hè. Als wij pleiten, we hebben daar 2 uur voor nodig. Een schrijver heeft daar een boek van 300 bladzijden voor nodig. Jan de Wild heeft daar 4 stroofjes voor nodig. Dat is toch kunst, hè? Om dat zo gecondenseerd te doen en met een paar beelden, want dat is zoals film, het zijn beelden die naar voren gebracht worden en die alles schetsen en die u toch, en dat is ook belangrijk, de kans geven om nog mee te fantaseren, want dat is ook kunst. Het wordt niet platgetreden, het is een openheid die men creëert, waar jij nog mocht invullen het beeld van Walter, waar elk zijn beeld van heeft, het beeld van Joken, waar elk zijn beeld van heeft, en zo, die dingen allemaal. Jan heeft dus een prachtig repertorium, maar niet commercieel, niet banaal, niet alledaags, en dus ook niet voorspelbaar. Het is altijd uit een andere hoek. En dan de muziek, waar Lief hem natuurlijk ook schitterend in steunt, maar ook de begeleiding, elk liedje is anders. Die begeleiding is zo origineel en zo uniek dat je per liedje zo ziet hoe uniek dat is. Dat mijn vrouw dan in auto zegt, maar hey, dat is toch weer grandioos. Hey, hoor nu een keer hoe die begeleiding van dat liedje is en dat klopt. En dus wat is er dan wel? Voor mij een monument, dat is het woord. Een echt monument. De tijd zal oordelen, zeker weten. En Jan zal blijven. Ook als hij er niet meer zal zijn, maar dat is hopelijk nog lang. En wat zijn monumenten? Ja, als je in de stad kijkt, dat is de Arc de Triomphe die daar staat. Die staat daar in de grond en die straalt iets uit. Wel, bij onze monumenten in de kunst is Jan daar één van. Omdat hij uniek is. Monumenten zijn altijd uniek. Dat zijn geen alledaagsheden, dat zijn dingen die eruit springen en waar we naar opkijken, omwille van hun uniek zijn. Moest Jan de Wild, en ik ben blij dat hij het niet is, een Amerikaan zijn, want dan zouden we hem veel minder goed kennen, dan was hij wereldberoemd, dat weet ik zeker. Moest hij in het Engels gezongen hebben en in Amerika gewoond, ja, dan was dat anders. Maar ik ben toch blij dat wij hem in Vlaanderen aan ons hart mogen koesteren, dat hij ook zo geliefd is bij de jeugd, dat hij ook zo geliefd is in Nederland en dat hij eigenlijk toch ook het voorbeeld is geweest van heel wat kunstenaars. Ik mag nog maar denken aan Urbanus, die je niet meer Van Anus mocht noemen, die Urbain, die eigenlijk begonnen is uit pure bewondering voor Jan de Wilde, die ook een goede vriend gebleven is en die in mijn ogen ook onderschat wordt. Hij heeft voor een paar jaar eens in Aalst een avond gegeven, alleen met zijn liedjes. Wel, ik kan u verzekeren, als je dus alleen zo hem eens hebt met zijn liedjes, dat je zegt, verdorie, maar daar zit toch ook niveau in, daar zitten zo mooie verhalen in. En dat is weer kunst, dat is uw verhaal opheffen, weg van de anekdotiek naar een universeel niveau. En dat heb je bij Jan dus altijd. Die liedjes zijn voor altijd. En je mocht die horen, je mocht die 10 keer horen, je mocht die 20 keer horen, die blijven. Die zijn sterk van muziek, maar die zijn ongelooflijk sterk van tekst. En het mooie is dat daar zijn gevoeligheid in zit. Hij is nooit brutaal, hij is altijd gevoelig, nu en dan zeer weemoedig, maar altijd groot. En ik ben dus zeker dat Jan zal blijven. En vandaar ben ik zo blij dat jullie hem die prijs hier geven. Als me gevraagd werd om hier een woordje te doen, je wordt zo dikwijls gevraagd en meestal denk ik, daar zijn ze. Maar hier heb ik gezegd, binnen de seconde, ja, ik doe dat voor Jan en Lieve. En ik ben zeker dat hij nog liedjes gaat maken, zeker nog 1 of 2. Want ja, hij maakt er maar om de 10 jaar nog eens eentje. Maar als er eentje is, dan is het wel één dat 100 jaar meegaat. Dat is wel een voordeel. Maar dat is ook typisch.
Hij durft ook zo tegen de tijdsgeest ingaan. Wij zijn allemaal opgejaagde zotten. Wij crossen van hier naar daar. Wij zitten in de file. En ondertussen denk ik dan in mijn notto, Jan leek daar weer aan te slapen. Zeg. En hij geniet ervan. Hij geniet ervan, van soms is niets te doen. Wat wij moeten leren, ja, dat heeft hij in zich. En dat is ook een gave. En dat is het voorrecht van de kunstenaar. Daarom is er maar één soort mensen waar ik jaloers van ben. Maar positief jaloers. Dat is een kunstenaar. Omdat hij zijn weg gaat, zonder opzij te kijken. We zullen wel zien of dat iets opbrengt of niet, dat interesseert me niet. Maar ik ga mijn weg en ik sta buiten die jachtigheid van alle dagen. En ik ga op mijn manier mijn boodschap brengen. De boodschap is ongelooflijk mooi, is subtiel. En ik dank Jan in naam van u allemaal, denk ik, voor hetgeen hij ons al geschonken heeft van schoonheid. We zullen er nog veel van genieten en ik vind het enorm fantastisch dat jullie in het spoor van Louis Polboon, want dat is toch wel, dat zit echt bij ons, hè, Louis Polboon, Ginter in Ermenbodig en waar wij wonen, en bij Jan van Aalst, de Louis Polboon, die grote meneer, waar ik weet nog, ik zat in Gent op internaat en de maandag was dat springen om in de wagon te zitten waar Louis in zat. En Louis was omringd door de jeugd, want hij reed naar Gent, naar zijn werk. En wij naar onze school. En dan zaten wij daar. Hij keek naar ons niet. Hij keek naar de meisjes. Dat wisten we. Nee, naar ons keek hij niet. Maar wij konden toch mee genieten van zijn krakende stem. Zoals wij genieten van Jan, zijn wonderbaarlijke stem. Wat dat is. Een stem moet ook uniek zijn. Dat is ook uniek voor een monument. Als je een Adamo ziet of je ziet sommige andere kunstenaars. Alleen al die stem is zo uniek. Wel, dat is ook bij Jan de Wilde. Dat is een unieke stem. Hoort ze en je weet dat is Jan de Wilde. Dat is natuurlijk een cadeau van de natuur, maar je moet er iets mee doen. Ik sluit af, want ik word per minuut betaald daarmee. Het duurt pas zo lang, je begrijpt. Ik moet dat een beetje rekken. Maar ik sluit af. En met een groot woord van dankbaarheid naar Jan en Lieve toe, ook voor hun vriendschap. En met een groot compliment voor jullie dat je Jan in die grote galerij hebt opgenomen waar hij waardig thuis is. Dank u wel. Een verhaal brengen over Jan de Wilde zonder iets over poppentheater te brengen leek mij niet mogelijk. Grote opvoeringen werden in verschillende poppentheaters gerealiseerd. Jan en Karel Kiekes, vrienden van het eerste uur ook, hebben samen met Jan geschiedenis, en Jan verbeterde mij daar straks, Jan Kiekes verbeterde mij daarin, hebben poppengeschiedenis geschreven. Alhoewel, ook in de poppenwereld is er grote geschiedenis, denk ik. Jan Kiekes, vertaler en schepper van een klein kunsttheater, dat nu noemt de Bende van Richard, brengt een klein stukje uit Julia en Ereschoen Romeo. Het deeltje is geknipt uit een groter geheel, is in alle aspecten een beetje meer aan Jan de Wilde verbonden dan je op het eerste moment zou denken, namelijk de stemregisseur koos de zo pas zo verheerlijkte stem van Jan. Het profiel van de pop zelf is een beetje geïnspireerd op het profiel van Jan. En bovendien, om het stukje gespeeld te krijgen, is hier ook nog een neef van Jan om assistentie te verlenen bij het stuk. Om een beetje op weg te zetten, dus het gaat over een drama. Hè. Het is Romeo en Julietta is een drama. We komen in het stuk in het tweede deel van het eerste bedrijf, dus nog een beetje in het begin, maar toch al, er zijn toch al een paar loten gelegd. Dus het begint met in Toosterstein, de poter komt op met een mande vol met kruiden, kroon in Oosters, ja, en brengt ode aan de kracht van planten,
maar hij wordt onderbroken door Romeo die een hoge noot heeft. Er een mens die twitch en kan gebruiken, want niet al leeft op de heer des soer slecht en krom, of geeft ons in de bosch iets recht en goed verdrom. En niet zo goed, of misgebruik doet zijn een oord omsloom. De groes te deegt waar de gebrek, en gebreken kunnen kwalitoir te werden, als je goed mee omkent schoon. Je ziet dat knopje hier, of hoe ten deze. Hierin zit zwoor vergif, maar even goed de sap dat kan genezen. Had het onder aan een ijs, en alle zinnen zitten in de noeiste nemen. Maar als je het op atoom zult leggen, ten valde doet hier. Na opslag, nog veel naar gepap, kind zeggen. Twee meesters, zo verschillend van postier, zitten in dat klein blommeke hier. Maar even goed uit elke mens die gift, de groeste groos en de primitiefste drift. En pak de slechtigheid te bovenhand, de worm van de doet iets op die plant. Een goeie man, Potter. Binnen die cité, Filimie, na al ooit dat bidden met een zoen, dan moet ik doof wat pijzen. Au moins, zijt aan vroegtijdigheid met almelijk groeit de zekerheid dat er iets op alle lever leidt. Of ben ik er dichterbij misschien als ik zeg, onze Romeo heeft van de nacht zijn bidden niet gezien. Je zet er vlak op je woorden, Potter. Au moins, was er iets zoliger als slaap gejond. Vergeef hem hier zijn zonde. Word je bij Rosalinde? Bij Rosalinde? Meen ik. Die naam en zijn bezeren ben ik al lang vergeten. Proficiat, zoen. Word je dan wel gezeten of mag ik dat niet weten? Ik ben gefeesten. Ik ben noordsvijand van mijn familie. En door ben ik geblesseerd gerokt van iemand die van mij gestoken was. En met de zwemmer te genezen, Potter, dat heeg wij. Zet een beetje doodlekker, zoen. Die met rozzeltjes kon wichten, kan rozzeltjes ter absolutie krijgen. Ik ken mijn zin en mijn hart gezet op de dochter van de groeite Capulet. Ik opeer en zwaar op mij. En alles valt in ien gelijk de stikjes van het puzzel. Behalve ien. En dat zou je gauw nog moeten leggen. Onze traag. De rest vertel ik later maar na als het kan, oeilige Potter, wie je gauw. Ons alstublieft vandaag nog traan. Heilige Franciscus, van een ommezwoe gesproken. En aan Rosalinde die gezoegeren zoogt, is die dan al vergeten. Zoe veel vergoede pijken, zoe veel zate tronen. Gooi, en alle groeit verdriet, je bestond al hier vereer. Verabeminde, Rosalinde. En na konden we zeggen, dat je van gedacht veranderd zit. Ver is op spreekwoord, mijn jonge vriend. Hoe kan een vraag standvastig zijn als de maan drooit met de wind? En je gooit mij niet verweten dat Rosalinde Gere zag. Was tegen dwieperij, vriend, dat ik het doe, niet tegen liefde. En mij gezegd dat ik mijn liefde moest begraven? Hoor niet in het graf, hoor ooit dat je ze weer een ander toevert. Ver niet koot op mij, heilige vader, alstublieft. De die ik Gere zie, beantwoord mijn gevoelens. Gunst krijg ik vergunst. Liefde verliefde. Een ander deed dat niet. Ze wist wel beter. Al liefde worden loeze woorden, zo in geen grond. Een liefde dat je goed van boete kost, wordt niet verstond. Maar allee, met een wie ouwe, kom mij. Eén reden heb ik ver aan buiten stoom. Die eeuwigste familieriege is met ijs goede nagelijk misschien. Ver eeuwig en vergoed gedoond. Na kan het met mijn raven, posta Potter. Zal wel moeten, maar kalm on, ons twijmige vriend. Oostige spoed en is ver niet goed. En die rap lukt, struikelt op zijn eigen voeten. Dames en heren, nog meer spektakel staat ons te wachten. Verschillende collega's van Jan hebben veel moeite gedaan om naar hier te komen, maar ik moet er ook een paar verontschuldigen.
Een naamgenoot met een andere voornaam van mij, Hugo Matthijssen, ligt zwaar ziek te bed en kan zijn mooie woorden dat hij voorbereid had niet brengen. Urbanus, die we alleen met zijn voornaam nog mogen noemen, was belet wegens een optreden. Maar uit het hoekje ginder van de zaal verwachten wij Bart Peters, die ons verder gaat verblijden. Dag Jan. Dag lieve. Dag dames en heren. Ik moet eerst zeggen dat mijn geweldig goede vriend Hugo Matthijssen, die is geveld door de griep. Dat kan gebeuren. We zijn niet allemaal zo ijzersterk als Jan de Wilde. Maar met zijn hart is hij ook hier. En u zal dat straks zelfs merken. Hoe is Jan de Wilde in mijn leven gekomen? Dat is eigenlijk heel simpel. Na 68, chef, ik heb dat maar een beetje meegemaakt. Ik was nul in 1960. Maar ik kom uit een hippienest. En mijn moeder was de organisatrice van het Lierse antwoord op het Woodstock Festival. Dat heette de Binnie Minnie Muze. Ze had Boudewijn de Groot naar Lier gehaald, Ramses Shaffy, Mil Kools, maar ook de toen nog jonge zanger Jan de Wilde. En ik dacht, hoe komt het toch dat die wonderlijke man zo in mijn hoofd blijft? Bijvoorbeeld Mil Kools was ik na een tijd toch al snel weer terug vergeten. Dat was voor mij toch een beetje David von Springeloplong. Ik mag dat niet zeggen, maar ik zeg het toch. En daarentegen, die jonge zanger, dat was toen nog een tenor, hè? Die had een hoge stem. Misschien onder invloed van het basspel van Lieve is zijn stem al lager wal geraakt en is het een hele mooie, warme bariton geworden. Maar die mens, die intrigeerde mij oneindig. En dan bleek dat zijn roots ook tekenen waren en het poppentheater, dat zijn toevallig mijn roots ook, maar het ging over meer. Het ging over, ik was een jong mannetje, en ik haatte zo dat er uit de radio altijd kwam teksten als ik droom van jou in groen en blauw. Ik dacht, fuck you, waar gaat dat over? Dat bleek dan iets van Marva te zijn, lief mens, daar gaat het helemaal niet over. Maar ik miste weerhaakjes en ik miste bevlogenheid. En die voelde ik bijvoorbeeld als ik dan op de radio hoorde, inderdaad, wat Chef zei van Joke. Was puur een erotiek, hè, dat liedje van Joke. En ook, trek je witte jurkje uit. Bij ons in de parochie werd daar schandaal over gesproken, dat uitging. Ik vond dat erotiek, ik vond dat ongelooflijk, ik vond dat heel schoon. Of bij Maar ik kan het, maar ik kan het. Dat dan de clue was dat de zanger bewees dat hij zelfmoord kon plegen. Dat is een weerhaakje. Het lukte trouwens niet, dat is nu nog iets anders. Maar dat vond ik zo interessant in een tijd waar in grote mate uit de radio gulpte How much is that puppy in the window? Ik zei, fuck you, interesseert me niet. Ik wil iets anders horen. Of... Want het gaat hier over de Louis Paul Boomprijs. Die Tante Dil, in alle eerlijkheid, ik ken ze niet. Die Tilly, ik ken ze ook niet. Maar ik geloof dat het mensen uit vlees en bloed zijn. Dat heb je gemeen met Louis Paul Boon. Als ik Boon lees, dan denk ik ook, al die mensen hebben bestaan. Alhoewel hij ze misschien verzonnen heeft, dat weet ik niet. Dat heb je ook. Je kan ook heel geloofwaardig over hondjes en over vaders spreken. En bij Lieve Lumumba, Klotepa, ging het zelfs over beide. Je liedjes over dieren zijn zelfs een soort genre geworden. Ik denk nu ook aan Golden Retriever en Favoriete Beest, hoewel dat eerder over je geliefde gaat, maar dat is nu iets anders. En ik hoor ook, want dat zei Jeff ook, van stel dat jij nu in Amerika zou gaan, dan was je Randy Newman. Dan had je het statuut van Randy Newman, die trouwens ook een paar keer in je oeuvre is gepasseerd. Mijn helden zijn de Beatles, Paul Simon, Prince, Johnny Guitar Watson, maar hier in mijn eigen land... Raymond en Jan de Wilde, dat zijn ze gewoon. Raymond misschien meer voor de rock'n'roll kant. Sorry Jan, maar jij doet mij niet denken aan de Rolling Stones. Echt niet. Wees daar misschien blij, je doet me eerder denken aan Bach. En dat is ook niet verkeerd. En ook aan klassiek verhalen kunnen vertellen. Want dat zei Jeff, die ballade van de goudvis, van Walter, dat is niet alleen een fantastisch klassiek verhaal, dat is gewoon een filmscript. Waar een of andere houten methode, en we hebben nu goede Belgische filmmakers, een Oscar zou mee kunnen winnen. Dus dat is goed. Of wat kan de grote schrijver? Die kan schoonheid puren uit het niets. Al wel, hier in Aichem, hè,
Dus Achim, dat is volgens u het niets, maar dat is de elantest natuurlijk. Vandaar heel mooi en liefdevol over te kunnen schrijven. Zo dat een New Yorker, of God beter, een Hollander, het ook verstaat. Of ik was zo ontroerd door Anneke Weemaas, dat je dan in dat liedje begint te flirten met een softenon-prinsesje, met een minder valide zeemermin. Je hebt later Beautiful Freak gecoverd, hè, van Ilse. Wel, dat zit allemaal in die, dat is zo schoon. Of dat liedje Zussen. Ik zei tegen je biograaf, tegen Jo Bogaert, dat dat mij deed denken aan, niet alleen aan trioseks, maar ook bewust trioseks met twee vrouwen die dan ook nog eens malkanders zus. Hij zei, daar heeft dat liedje niks mee te maken. Als ik dat vind, de luisteraar heeft altijd gelijk natuurlijk. Hè. Ook gewoon die ene zin in het liedje Rolstoel van... Ik heb er een rock'n'rollstoel van gemaakt. Dat vond ik zo schoon. En als Chris de Bruin dat dan zo schreeuwde, in de bende van Jan de Wilde op tv, ik was nog een jong manneke, maar ik dacht, aanziende, dat bestaat ook allemaal. Of later, in dat liedje van Hé Hé, dat je dilettante vlooientemmer laat rijmen op degoutante vetejemmer. Het grappige was, ik weet niet dat je dat nog weet, maar Marcel van Tilt had een tv-programma en die had een supergroep opgericht. Met Henny Vrienden op bas, ik op drums en Urbanus was dan de zanger. En hij las dat liedje af van zo'n schrift, van zo'n autocue. En hij komt ineens bij... Dilettante vlooien timber... En hij stopte. Want Urbanus had zoiets van... Wil ik de VTM wel tegen de haren strijken? Dat wist hij niet. Dus dat stopte gewoon. Die durfde dat niet zeggen. Dan dacht ik... Ah, oké, die Jan de Wilde, die durft positie kiezen. Hij wel. En we zitten hier bij de Louis Paul Boomprijs, dus dat is een literatuurprijs. En het werd al gezegd door Freek Nering, zeg, als Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur verdient, natuurlijk Jan de Wilde dan een literaire prijs, komt er trouwens bij, inderdaad, een schrijver heeft 300 bladzijden nodig om het te zeggen, jij één of twee velletjes. En vooral ook die Bob Dylan, hè, pas op, ik heb die hoog zitten. Maar die was nooit grappig, hè. Bob Dylan is nooit grappig geweest, echt niet. Zelfs... Ja, like Ballad of a Thin Man, eventueel, maar dan toch niet geweldig. Of Everybody Must Get Stoned, daar zit een woordspeling in. Maar eigenlijk is dat ook... En die sfeer is wel fanfaresk. Maar eigenlijk, ik heb het dan meer voor een knikkerterrorist die de uitbarsting van de Koekelberg verzint. Waardoor dat heel Brussel onder de lava... Dat is mijn wereld. Dan denk ik, yeah, dat is goed, dat is goed. Of de blaadjes krijgen bomen. Dat is een handje naar mijn kolf, zal ik maar zeggen. Of de Pool-ijskap. Als je nu spreekt over politieke redenvoeringen. In deze tijd, we hoorden er veel en we hoorden er waanzinnige. Maar dat zo in een paar versregels, gewoon met de grond gelijk maken. Of een slaapliedje met 10 uur garantie. Dan denk ik, dat is humor, dat is geweldig. En dan vergeten we misschien nog, want dat is vandaag nog niet gezegd. De uitvoerende artiest Jan de Wilde. Als jij iets doet met Tom Waits... of met Randy Newman, dan gebeurt er iets. Lieve Tavernier, dat is een ongelooflijke songwriter. En de eerste sneeuw en de fanfare van Honger en Dorst zijn prachtig. Maar ik hoorde het ook Lieve Tavernier zelf wel eens zingen. En dan was ik minder into die songs. Dus je hebt daar blijkbaar Jan de Wilde voor nodig om die liedjes naar een veel hoger niveau te tillen. Anderzijds was ik zo blij bij uw laatste, bij die overzichtsplaat... Met Hare Krishna, halleluja, want ik kon alleen maar denken, halleluja. Hij kan het nog, absoluut. Alleen bent u een aanhanger van de Afrikaanse spreuk, haast u langzaam. Hè? Daar bent u wel heel erg mee bezig. En ik weet ook, Jan de Wilde, dat je oeuvreprijzen haat, dat je zelfs menig Lifetime Achievement Award gewoon kaart hebt geweigerd, omdat hij zei, het is nog niet uitverteld, dus er is heel goed nieuws, dames en heren, maar u weet dat allemaal. De eeuwig jonge oude grijshaard, wiens vestimentaire keuze nooit goede punten zal scoren bij Janica Zaltzis. De gepatenteerde, steeds onuitgeslapen ogende piekeraar. De koning van de meanderende bintekst. De drager van een oeuvre dat mij, Hugo Matthijssen en Urbanus op de weg zetten. Gaat terug op tour. Vanaf januari. En het gaat heel schoon zijn. En je bent nu op de leeftijd van Paul McCartney. En ik durf dat zeggen, omdat ik het weet. Uw stem is op dit moment meer in vorm
dan die van Paul McCartney. Je gaat ook terug op tour op het tijdstip dat Mick Jagger, ook van uw leeftijd, het weer gaat doen. Maar het geweldige is, die Mick Jagger die is verplicht aan zijn publiek om wulps als een zot rond te springen. Jij niet, want je hebt dat in je leven nooit gedaan. Dus dat is allemaal geen probleem. Je bent 75, je gaat op tour. Het zal prachtig zijn. Ik kan maar één ding zeggen. Geef die mens een prijs. Het is zijn verdiende loon. Bijvoorbeeld die van Louis Palboon. Dus ik was daarnet op ziekenbezoek. Dat is raar, hè? Zo'n mens totaal geveld door de griep. Maar met trillende hand gaf hij aan mij een gedicht dat hij vanochtend speciaal voor Jan de Wilde heeft geschreven. En ik ga het nu proberen zo goed mogelijk voor te dragen. Dus vanochtend, met trillende hand geschreven door de doodzieke Hugo Matthijssen, gelegenheidsgedicht voor Jan de Wilde en zijn prijs. Het lied is getiteld De Stem van God. Terwijl mijn tante braaf drie uitjes schilde, klonk uit de radio een prachtig lied. Een van de vele hits van Jan de Wilde. Zij weende, ook al had ze geen verdriet. Ik moet hier ook vermelden dat ze rilde, hoewel het binnen 20 graden was. Dat kwam natuurlijk door die Jan de Wilde en zijn door merg en been brommende bas. Mijn tante, overmeesterd door gehuiver en draagster van een absoluut gehoor, riep smachtend, dat gebrom dat is loepzuiver. Haar hormonale stoppen sloegen door. Dat uienschillend mens daar ginds in schilde, want ja, in schilde werd dat spul geschild, ontdeed zich van haar kleren en ze gilde. O Jan de Wilde, jij maakt mij wild. Ze liep de straat op, juichend, vol ontroering. Voorwaar? Ik heb de stem van God gehoord. Met sidderende teten, in vervoering, riep zij, het is Jan de Wilde. Zeg het voort. 3 jaren zit zij nu reeds opgesloten. En als ik vriendelijk aan haar deurtje klop, dan roept ze, trap het af en kus mijn kloten. En zet nog eens iets van Jan de Wilde op. Ik ga het gedicht afgeven aan u. Chance dat ik geen vegetariër ben. Maar we mogen er wel een schelke van ooit hier. Dit is niet mijn beste dag. Zoveel loftuitingen van vrienden. Daar word ik verlegen van. Wat ik van nature ben, verlegen. Maar het schijnt dat er veel zangers en acteurs heel verlegen zijn. En waarom kruipen ze dan op het podium? Dat is de vraag. Omdat ze dan is ooit de kans krijgen om ook iets te zeggen. Voor de rest moeten ze luisteren. En dat kan ik goed. Ja, Jeff Vermassen stoof ons huis binnen om 8 uur 's avonds. En hij deed het verscheurende verhaal van de dame die zogezegd bekend had dat ze haar 2 kindjes vermoord had. En die heeft Jeff Vermassen vrijgepleit en bewezen dat ze het niet kon gedaan hebben. Het was ook een Aalstenaar, een Aalsterse, die we vrij goed... Nee, we kenden haar, laat ik zeggen, maar haar nicht kende ik heel beter. Dat was een overbuurmeisje van ons en zij kwam daar regelmatig op bezoek. En om 8 uur was Jeff binnengestoven en om 12 uur konden we zeggen, eindelijk zeggen, Jeff, wilt je niks drinken? En iedereen die hier vertolkt heeft en gespeeld voor mij,
Ik ben heel, heel dankbaar dat de Lieve mij, die Lieve heeft me altijd aan het werk gezet. En mijn andere vrienden ook aan het werk gezet. Doe dat eens en doe het geen keer. En anders was ik heel mijn leven een inerte massa gebleven. En dat zou me goed afgegaan zijn ook. Maar liedjes maken vond ik ook wel heel fijn. Teksten maken, dat is werken. Dat is achi. Sorry, ik kan het woord niet horen zonder te niezen. Werken. Achi. En muziek maken, dat is ontspanning. Daar heb ik altijd van genoten. De teksten maken, dat was omdat, ja, je kunt niet blijven neuriën. En neuriënd, een heel optreden, een hele avond neuriën. Ik denk dat de mensen dat vervelend vinden op een duur. En dan, dus ik wou schilder worden. Ik was zot van schilders, van beeldhouwers, van muziek ook, zot. Van, als ik in huis, ik zat met mijn oor tegen de radio geplakt en ik wou naar Bach luisteren. Mijn moe kwam binnen, zet je zo geroof! Of ik wou naar de Sensational Nightingales luisteren op de radio. Dat was een door merg en been schreeuwende voorzanger, de Sensational Nightingales. En mijn moe kwam binnen, zet je eigen muziek af! Eigenlijk mocht ik naar niks luisteren dan naar Peter Benoit en de Schelde of de Rubenskantater. Dat vond ik ook wel goed, maar ja, ik had ook liever ook een beetje variatie. Ik bedank u allemaal. Ik vind ja, die prijs krijgen, de Louis Paul Boon prijs. Ik heb Louis Paul Boon, ik heb altijd zeer erg bewonderd. We hebben onze ouders ook willen bekeren tot het lezen van Louis Paul Boon, maar dat wilden ze niet. Mijn moeder niet. Mijn schoonouders, mijn schoonvader niet. Allee, Louis Boon was al een togelier te schrijven. Hij kon dat niet schrijven voor die generatie. En het was dan nog een buurjongen ook, een grijvelschiller, een kladdereer. Hij woonde vlak bij ons, op de Sint-Tellaan. De hoek van de Sint-Tellaan was zijn ouders huis. Sint-Tellaan, Spaarzaamheidsstraat, hè. Naarstigheidsstraat, Bedrijvigheidsstraat, Welvaartsstraat, Volksverheffingsstraat en ik woonde in de Vooruitzichtstraat. En in het midden lag Tijzelsploan. Maar Louis heb ik maar één keer in mijn leven, en daarmee ga ik deze, hoe heet dat, plechtigheid, plechtig eindigen in gewijde stilte. Heel even in mijn leven Louis leren kennen. Er was, hij werd, ik weet het niet meer precies, op Radio Gent gevierd. En ik moest een paar liedjes komen zingen, omdat ik ook van Aalst was. En ik had toen een liedje geschreven, ik weet het niet meer hoe het heette. Louis wordt wakker, daarmee begon het. Het einde van een prachtige dag, geloof ik. En ik zong dat. En nadien geraakten we dan in gesprek, Lieve en ik, met Louis en Janneken en Jo Boon, die al regelmatig naar optredens kwam, en zijn vrouw Lucienne. En Louis zei tegen Lieve, kom hier, schat, dat ik aan bijschrijf. En iemand van die Louis beter kende, heeft ons achteraf gezegd, hij had chance dat zijn tong niet in je mond zat. En tegen mij, en tegen ons, zei hij dan, alle twee, allee, komt dan uit Caravijn. En zijn vrouw en zijn schoondochter zeiden, ja, hij meent dat hoor. En ik zei zeer aarzelend, ja maar Louis, ik heb gelezen in interviews dat Kotal
alle dogen vol ziever hier zit. En Louis vliegens vlug. Awet zat dan op je neon komen. En... Dank u wel. Jan, beste Jan. Zoals u samen met ons kan zien, bloemen verwelken en uw bienesp zal vergaan. Maar de oorkonde van de Louis Paul Boonprijs, die is voor u en die zal altijd bestaan. Oh, heel mooi. Dank u wel. Azoenen, amen.